Nou heb je zo'n toffe praatplaat, maar hoe ga je nou communiceren zodat het publiek zegt, wauw, wat tof. Want dit is nog best wel een heel verhaal wat je in één visueel overzicht hebt. Jemig, wat laat je me nou zien? Gelukkig is er dus een slimme manier om zo te presenteren dat iedereen in jouw publiek blijft aangehaakt en daarna echt begrijpt wat jij hebt gezegd. En dat doe je met de 4 keer I. De eerste I is introductie. Vertel de mensen even, waar kijken ze nou naar? De tweede I is inhoudsopgave. Loop even door de verschillende hoofdstukken van jouw verhaal heen. De derde I is inhoud. Dan kun je losgaan op alle details. En de vierde I is denk ik het belangrijkste. Interactie. Dus stel een vraag waardoor je het gesprek aangaat. Kom, dat gaan we even praktisch maken. Met een voorbeeld. Dit is het visueel overzicht van mijn interview met tv-persoonlijkheid Lodewijk Hoekstra over zijn boodschap van verminderen naar verbeteren. Bij de inhoudsopgave wil je er echt op letten dat je niet te veel inhoud vertelt, maar meer de hoofdstukken. Dus dit gaat over de aanleiding, waarom hij begonnen is. Dit gaat over zijn kernboodschap, de bedoeling waar hij naartoe werkt en hoe hij dat vakinhoudelijk heeft georganiseerd. Als je dan inhoudelijk het verhaal ingaat, dan kun je gewoon aanknopingspunten vinden die letterlijk in die tekening staan. Eigenlijk is daarna het belangrijkste de interactie. En dat is dat je een vraag stelt die relevant is voor jouw publiek. Dus nooit zoiets als, zijn er nog vragen? Maar wel zinnen zoals, wat spreekt je hier het meeste aan? Welk onderdeel is voor jou relevant in je werk? Dat soort dingen. En op deze manier kun je simpel en snel heel helder je verhaal overbrengen, zodat anderen precies begrijpen wat jij bedoelt. Heel veel succes. High five.